En de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft grote gevolgen voor de meelproductie wereldwijd. Julio Bicari, directeur van de molen, zegt dat zijn bedrijf daarvan niet bespaard is gebleven. Over de hele wereld is de prijs van tarwe als gevolg van de oorlog verhoogd met 40%. Bicari zegt dat zijn bedrijf geprobeerd heeft de prijzen redelijk te houden. Voor wat betreft de prijsverhogingen hebben we op basis van een planning samen met onze leveranciers in Europa getracht om een stabiele prijs te vinden binnen dit heel gebeuren van onzekerheid. En we verwachten dus dat de prijs niet zo snel meer zal worden aangepast. Maar voor de lange termijn kan ik dat nog niet zeggen. Bicari zegt dat de regering heeft aangegeven dat ze mogelijkheden bekijkt om brood te subsidiëren.